beginnen, Ruud Vreeman, met u, burgemeester van Tilburg. Tot voor even de machtigste man van de stad. Nu is er een motie van afkeuring. Waarom stapt u niet gewoon op dan? Nou ja, die vraag wordt mij de hele tijd gesteld en die is eigenlijk heel makkelijk te beantwoorden, omdat ik daar heel ontspannen over ben. De gangbare weg is gewoon dat de commissaris van de Koningin met de fractievoorzitters gaat praten. Daar komt een uitslag uit en daar leg ik mij gewoon mee neer. De inhoudelijke zaak is dat u de gemeenteraad eigenlijk niet goed hebt voorgelicht. Of in ieder geval een advies min of meer hebt tegengehouden om die gemeenteraad wat beter voor te lichten. Nou even, precies. Een wethouder is politiek verantwoordelijk voor zijn eigen portefeuille. Die is al afgetreden? Die wethouder is afgetreden. Ik ben voorzitter van het college. En je kan natuurlijk in bepaalde fasen gewoon een advies geven of in het college aan de orde stellen. Dat kunnen elke wethouder doen, maar de burgemeester ook. Om te zeggen, nou ik vind het noodzakelijk, gezien de overschrijding die speelde, om de raad te informeren. Ja. Dat heb ik dus bewust niet gedaan in een afweging ten aanzien van een andere kwestie. Namelijk dat er een groot integriteitsprobleem in onze gemeenteraad speelt. In die afweging van integriteit versus rapporteren heb ik de integriteitsvraag van een hogere orde gevonden. Dus wordt u toch niet verweten dat u niet eerder heeft verteld dat er een onderzoek tegen meneer Smolders is? Nee, en wordt u verweten dat u de raad niet goed heeft ingelicht? Dat is waar. En dat had u wel kunnen doen? Omdat ik dat van een andere orde vind, omdat daarmee een politiek moeilijk bestuurbare stad zou zijn met een groot integriteitsprobleem. En die afweging heb ik gemaakt. Alleen? Ja, dat is toch niet erg dat je een keer een eigen persoonlijke verantwoordelijkheid hebt? Maar dan is het toch niet raar als dat regentesk wordt genoemd? Dat is helemaal niet regentesk. Dat is iemand die zegt van we laten de gemeenteraad maar even de gemeenteraad van Persoonlijke verantwoordelijkheid nemen rondom een integriteitsvraag van politiek, of laten we zeggen zo'n cruciale kwestie is volstrekt niet regentesk, dus je verantwoordelijkheid nemen. Kijk, Kommerlijn moment, dat was eigenlijk altijd hetzelfde moment. Je wist welke beweging die ging maken, maar hij ging er altijd langs en iedere bek stapte er weer in. En ik heb ook geschreven in het boek, in de jaren, ik ben opgegroeid in de jaren 50 en de 50 en 60 jaren, dat waren eigenlijk wat saaie, onbezorgde jaren. En we hadden maar één probleem, ben je voor Kommerlijn of voor Piet Keizer? Hè? Ja. Dus we hadden het niet echt moeilijk hoor. Diezelfde avond en nacht en ook de volgende dag concentreerde het geluk zich voor Feyenoord op dat oerstukje Rotterdam, de Koolsingel. Groot feest gevierd? Heel groot feest. Maar we konden alleen niet landen in Rotterdam. Ik weet niet of je het toen gehoord hebt. Nee, dus uitwijken naar de Schiphol. Ja. Amsterdam. Ja, sorry. Dat is licht en gevoelig. Dat was toen de waardering voor u als voetballer op zijn top? Ja, maar toen was ik toch mijn nadagen hoor. Ja? Mijn top is wel geweest in mijn 20 tot mijn 30ste. En ik heb een behoorlijk treinongeluk. Maar na de 32ste ben ik was blij dat ik stopte. En wanneer werd u het best betaald? Ja. Na afloop. Dat is heet de vraag. Ja. Een imitatie van de stijl van Koen Moulijn. Die in deze wedstrijd de Feyenoord-aanval misschien tot grotere activiteit had kunnen stimuleren. Deze clown die heeft Koen altijd wat geërgerd. Want Koen heeft dat nooit kunnen appreciëren. En die man ging met de eer strijken en die kreeg de lachers om zijn hand. Nou ja, als ze jou nadoen, je bent een leuke verschijning. Maar als ze je nadoen, we kunnen tegenvallen. Ja, dat hebben we wel eens meegemaakt. Ja, maar ik zou het wordt, ja. Ik val vaak in het echt veel meer tegen. Staat ook nodig in over uw privé-situatie, die, ik wist het niet, maar die niet altijd even florissant is geweest. Een gehandicapte zoon geboren en een zoontje doodgeboren en ernstig ongeluk gehad en scheidingen. Had dat nu veel invloed op de wijze waarop je voetballen? Jawel, dat deden ze tegen. Ik had denk ik zomaar de 50% beter kunnen spelen als je dit soort dingen in je leven niet overkomen. Ja. Maar we kregen ook de indruk dat niet alleen de ellende die in uw leven heeft meegemaakt, maar ook de druk op de voetballer Koen Moulijn om elke keer weer te presteren, dat u dat niet graag nog een keer over zou doen. Nee, dat gaat steeds, zeker als je ouder wordt. Dan wordt het intensiever. Men verwachtte van mij dat ik veel meer ging meeverdedigen en dan dit soort dingen eroverheen. Dan, ik was blij dat ik stopte. Diederik Samson en Agnes Jongerius zijn het niet eens over de verlenging van de AOW-leeftijd. En ik denk dat Agnes Jongerius van de FNV lange tijd heeft gedacht, de Partij van de Arbeid staat achter ons. Dat is niet gebeurd. Nee. Waarom heeft de Partij van de Arbeid gevonden dat die leeftijd van 65 naar 67 moest? Omdat wij ook in de toekomst publieke voorzieningen betaalbaar willen houden en ook genoeg mensen op de been willen houden om al die publieke voorzieningen draaiende te houden. Als je iemand aan het bed wilt hebben, dan heb ik liever iemand van 55 aan het werk die heel graag aan het werk wil, dan te zeggen dat moet per se een 66-jarige
als ik iemand oudere verpleger zou Als ik iemand voor de klas wil hebben, zou ik me tegen een 66-jarige met veel ervaring geen enkel bezwaar hebben. Wij komen 700.000 mensen tekort in 2030. En die zitten vooral in de zorg. Die zitten vooral in het onderwijs, die tekorten. Kijk, als je zegt, in de marktsector komen we iets tekort, nou goed, dan verdienen ze daar met z'n allen iets minder geld. Dat vind ik niet zo erg. Ik vind het wel erg als mijn ouders niet meer verpleegd kunnen worden. Ik vind het wel erg als mijn kinderen geen onderwijs meer kunnen krijgen. Geef nou gewoon mensen zelf het stuur in handen door te kiezen. Stop ik op 65? Ja, maar of werk ik langer, mevrouw Jongerius, het probleem bij deze mensen is dat ze 65 al niet halen zonder de tong op de schoenen te hebben. Maar daar moeten we iets aan doen. Morgen verschijnt het nieuwe album, nummer 9, met zelfgeschreven nummers.